Kijk, dat die wedstrijden niet goed waren, dat zie ik natuurlijk ook wel. Maar het is wel een elftal, inderdaad. Kijk, als je die Memphis Depay ziet... Nou, die betrokkenheid ook, voor de wedstrijd even in het volkslied? Dat vind ik echt onzin. Vind je het onzin? Met het volkslied bedoel ik. Ja, even dat hij er staat, doet hij goed. Ja, maar goed, zo is hij nou eenmaal. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen, kijk, jij schreef het in je column. Jij schreef het in je column dat ik heb wel het idee... Als ik na die wedstrijd tegen Ierland naar die Depay zit te kijken bij die interviews, dat ik andere Depay zie. Ja. Dat ik een veel openere jongen zie. Dat ik een jongen zie die in mijn ogen er heel veel plezier in heeft. Ja. In plaats van zo'n verongelijkte jongen waar ik altijd naar zat te kijken, weet je wel. En de vraag is dan, maar waarom dan in één keer? Hè? Nou, omdat hij zich, denk ik, heel erg lekker voelt in het Nederlands elftal. En dat hij lekker voetbalt. Goed, en dat want kijk, de boer zei dat ook. Hoe je het ook went of verkeerd met die Memphis. Hij blijft de moeilijkste dingen uithalen. Het maakt hem geen reet uit. En hij ik denk dat in de spits spelen hem ook goed gedaan. Ja, natuurlijk. En hij scoort nog twee keer ook op het eind tegen die Ieren. Maar kijk, we hebben gewoon een middenveld van drie topspelers dadelijk. Hè? Met Wijnaldum, De Jong en Van der Beek. Dan hebben we een centrum wat wereldtop is. We hebben een goede spits. En weet je wat het is? Als nou dat er omheen redelijk is en lekker meevoetbalt, dan is het toch prima, joh. Zoals toen 88, weet je wel. Toen hadden jullie ook een team waar een paar uitschieters zaten en een aantal jongens meededen. Jawel. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem, hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws, download hem dus. De Veronica Insight app. Hij is er echt nu. Echt waar.